Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn zoon die heeft gisteren auditie gedaan. Ja. En ik wil graag een gesprek met de directeur. Dat kan. Dan moet u hier de gang in. Ja. De rechtse gang in. En dan is het de eerste kamer aan de rechterkant. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Jij was het dus! Waarom heb jij daar niet toe verlaten? Die jongen is het beste jonge talent dat ik ooit gehoord heb. En dan zeg je dat hij niet goed genoeg is? Ja, dat zeg ik inderdaad. Ja. Hij is gewoon niet goed. Ja. Weet je? Nul, Roy. Ik kan maar één ding bedenken waarom hij niet is toegelaten. Dus dat jij expres hem hebt uitgesloten. Zo ga je, joh. Daarvoor zou geslagen kunnen worden. Precies, jongen. Precies. Hey. Hey. Je zit hier nog niet lang mee te wachten, toch? Nee hoor. Goed. Waarom wilde je afspreken? Ik moet je wat vertellen. Oh, oké. En wat? Ik denk dat ik Peter vanavond verkering ga vragen. Oh. Dat is geweldig. Vind je dat echt? Ja, natuurlijk. Alles om jou gelukkig te zien. Dat vind ik heel fijn. Zie je nu wel? Waar kijk jij groen haar? Wat? Oh! Hoi. Hoi. Ben je nou je broer bespioneren, hè? Hoe maakt jou dat thuis? Niks, maar hij gaat wel weg. En als hij niet weet dat je hier bent, ben je dus nog thuis. En als je daar plots niet bent, gaat zich afvragen waar je bent. Wat? Oh shit! Sta je hier goed? Je weet mijn naam? Ja, je zit bij Daan in de klas. Wil je me trouwens even helpen? Dank je. Maar weet je alle namen van al die leerlingen? Ja, maakt niet uit. In elk geval bedankt voor de waarschuwing, Jeroen. Ja, geen probleem. Kom je trouwens nog vanavond op feest? Ja, dan gaan we lekker met de heupjes los. Juist. Nee, doe maar niet. Doeg. Doeg. Hoi. Hoi. Was je weg? Ja, ik was de hond uitlaten. Oh, wat goed. Dat doe je normaal nooit. Ja, wou dat, dus dan doe ik dat. Hartstikke lief. Is Daan ook weg? Ja, hij is naar de. Oh, daar komt hij net aan. Was het leuk? Het? Ja hoor. Ben je al bij die directeur geweest? Ja, en dit ga je niet geloven. Wist je dat Roy de Koning degene is die daar directeur is? Bedoel je die man waar mam mee was voor jou? Inderdaad, die man. En volgens de baliemedewerkster daar was hij ook degene die de audities heeft gevolgd.
En ik denk dat hij de reden is waarom jij niet doorgelaten bent. Dat is best wel heel stom. Dat is stom, dat is onterecht en dat is gemeen. Ja? Dus trek het je niet te veel aan, Daan. We gaan na de begrafenis naar de politie. Ja, graag. Misschien krijg je dan wel een eerlijke herkansing. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Hé, hé. Ben je er nou eindelijk? Ik kan toch niet heksen of zo? Nou. Pardon? Grapje. Nou, wat kan ik voor je doen? Wat ga je nou eigenlijk doen op dat feest? Daan versieren of zo? Weet ik veel. Ik zie wel wat er gebeurt. Als je maar voor zorgt dat Daan Anna niet meer leuk vindt, hè? Ik weet dat jij dat wil. Ja, ik zeg het je alleen maar. Zie ik er dom uit of zo? Nou. Laat maar. Hoeveel krijg ik er nou voor? Dat zeg ik je na het feest. Dan zie ik je vanavond. Is goed. Maar hou je aan de afspraak. Anders zullen er gevolgen zijn. Ik begin nu een beetje eng te vinden. Ik ga. Dat is juist de bedoeling. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Kuipers. Kan ik u heel even spreken? Waar gaat dit over? Het gaat over de auditie die uw zoon gedaan heeft en over de informatie die we nieuw hebben binnengekregen over onze directeur. Oké, kom maar even binnen. Ik moet u mededelen dat uw zoon niet door ons is afgewezen, maar door Roy de Koning, onze directeur. Ja, maar dat weet ik al lang. Oh, gaat u daar nu wel aangifte doen? Ja, zeker weten. Dat is geweldig om te horen. Er zijn namelijk ook roddels dat hij geld wegsluist en dat zeker nu nog steeds doet. Hij heeft ook schijnbaar expres uw zoon niet toegelaten tot de school. Wij willen nu eigenlijk wel graag aangifte gaan doen, maar dan ben ik wel bang voor mijn baan. Ja, maar dat is helemaal geweldig. Ik bedoel, als we samen aangifte gaan doen, samen staan we veel sterker. Ja, dat zeker. En dan komt het goed, dan gaan we zorgen dat we aangifte gaan doen. Zodra er straks een nieuwe directeur is, dan gaan we zorgen dat Daan de volgende keer een nieuwe auditie mag gaan doen. Nou, dat is helemaal geweldig om te horen. Dankjewel. En weet u al wanneer dat u aangifte gaat doen? Morgenmiddag. Dan zorgen wij dat wij er ook zijn. Goed zo. Tot ziens. Doei. Wie was dat? Serieus? Ja, wie was ze? Je bent toch geen klein kind meer? Daan, wil je even komen? Was het voor Daan? Isa, alsjeblieft. Ja. Wat is er, paard? Een van de twee leraressen van de auditie was net hier. En zij weet ook wat Roy de Koning allemaal heeft uitgesproken. En zij gaat ook aangifte doen. Oh, maar dat is geweldig. Dat is het zeker. Die tweede auditie komt steeds dichterbij. Je raadt nooit wat er gebeurd is. Wat is er gebeurd? Nou, er kwam dus een lerares bij ons aan de deur. En ze heeft gezien en gehoord dat Roy me expres heeft afgewezen. Roy? Wie is Roy? Oh ja, dat is die directeur van de school waar ik dus ben afgewezen. Dus de directeur heeft het gedaan? Nou, blijkbaar. En die lerares die wil trouwens ook aangifte doen. Dus er is bewijs dat het niet eerlijk is gegaan? Ja, hun weten ervan nu. Maar dat is geweldig. Dus je mag wel naar die opleiding toe? Nou, er komt waarschijnlijk een andere directeur, dus dan mag ik misschien een nieuwe auditie doen. Dat is echt geweldig. Ik ben echt heel blij voor je. Maar kun je niet helpen met het versieren? Oh ja, natuurlijk. Het is ook mijn feestje.